Dag iedereen. Hier zijn we ondertussen weer op dag 41 al. Het is ons gewoonlijk veel licht en liefde. Nu vandaag de plaat die ik ga kiezen, of die ik jullie ga tonen, is een plaat die ik echt heel vaak opzet, eigenlijk heel regelmatig opzet. Maar waar ik niet zo nummer per nummer letterlijk over kan vertellen waarom ik dit nummer of dit nummer goed vind, omdat mij niet echt bijblijft welk nummer is op die plaat. Maar goed, voor ik daar wel beginnen wil ik even zeggen, toen ik begon met vinyl te verzamelen, kocht ik heel veel vinyl. Altijd als het op een rommelmarkt een rockplaat was of iets van de jaren 70 wat ik nog niet kende, voor een degelijke prijs, dan kocht ik dat. Na een tijd had ik ook superveel platen in mijn collectie zitten die ik gewoon helemaal niet goed vond eigenlijk, die ik maar gewoon had gekocht omdat het maar 1 of 2 euro op een rommelmarkt was of omdat het maar 5 euro op een platenbeurs was. Dan ben ik vorig jaar, 2 jaar geleden, mijn plaatcollectie beginnen uitdunnen. Ik heb gewoon echt letterlijk alles eruit gehaald wat ik eigenlijk nooit opzet of eigenlijk helemaal niet zo goed vind. Dus die plaat heb ik eigenlijk uitgehaald. Heel veel hardrock van de jaren 80 bijvoorbeeld. En die heb ik terug verkocht. Ben ik zelf mee op de rommelmarkt gaan staan. Mijn dubbele heb ik eruit gehaald en zo verder. Want na een tijd merk je toch dat je meer into het verzamelen van vinyl geraakt dan in de muziek zelf. Als je daar even mee bezig bent en je ontmoet ook mensen op die beurzen, dan merk je dat het heel veel daarom gaat ook. Het hebben van vinyls en zoveel mogelijk vinyl hebben en de rarities op vinyl hebben, tot het daar eigenlijk heel veel begon te draaien. En bij mij begon dat ook. Ik begon zo in dat verzamelen te geraken en op een gegeven moment besefte ik van mezelf dat het meer echt om de muziek aan zich ging. Dat het meer ging om speciale platen te vinden en dan, oh dat is te gek, want dan heb jij die speciale plaat. Of proberen alles van een bepaalde artiest op vinyl te krijgen, gewoon om een collectie compleet te krijgen, dat soort dingen. Maar daar ben ik mee gestopt dus. Vanaf nu, sinds een jaar of 2, 3, mijn platencollectie is echt uitgedund. Ik heb heel veel weggedaan. Ik denk dat ik 300 platen heb weggedaan al ondertussen. Rond dat aantal. En vanaf nu ben ik alleen nog maar muziek aan het kopen op vinyl die ik echt heel goed vind. Wat ook niet zo simpel is, want er zijn bands die ik heel goed vind, waar ik geen vinyl van heb en die onbetaalbaar zijn op vinyl. Bijvoorbeeld de band Anglacart. Ik ben super fan en ik had zo graag die twee eerste albums op vinyl gehad, maar die zijn onbetaalbaar. Nu over onbetaalbare vinyls te spreken. Als je in dat milieu zit, spits je oren ook vaak en dan hoort je van oh, Ronnie heeft daar dit gevonden of die heeft daar gevonden. En dan spitste ik mijn oren ook altijd naar wat zo de rarities waren. Wat mensen zo, waar mensen heel enthousiast waren als ze het waren tegengekomen, omdat het heel zeldzaam was en zo verder. En dan probeerde je die namen zo wat te onthouden. En de volgende keer als je op een beurs waart of op een markt, dan keek je natuurlijk ook uit voor die bepaalde titels. En zo kwam er eens iemand naar mij toe en die zei, oh man, ik heb vorig jaar Chance gehad. Ik heb uit een lot Placebo gehaald. Placebo. En ik zo, Placebo? Die band van de jaren 90. Nee, jong. Van Marc Moulin. Die jazz ding van de jaren 70. Super dure plaat. En dat was mij bijgebleven. Ik denk, oké. Moest ik dat eens tegenkomen ergens toevallig? Dan weet ik al dat ik dat moet meepakken. En dat is mij gewoon bijgebleven. Ik wist totaal niet wat voor muziek het was. Ik heb dat ook nooit opgezocht in die tussentijd, wat voor muziek dat was. Het is dus een heel dure plaat. Als ik nu op Discogs kijk, een plaat van 1300 euro of zoiets. Dus het is geschift, dat bedragen. Maar het is dus Belgische jazz, fusion jazz, rock van de jaren 70. Nu kwam ik in Georges en de Berg, zoveel jaar later. En wat kom ik daar tegen? Balls of Eye van Placebo. Dus die plaat waar die kerel het jaar geleden tegen mij over had, wat zo'n rarity was. Nu, uiteraard is dit een herdruk. Dus dit is geen waardevolle plaat. Absoluut niet. Dus zeker geen originele persing. Maar die naam was mij zo bijgebleven. En ik dacht, ja,
ik wil toch wel weten waar al de fuss over gaat. Zo, die Balls of Ice, dat is precies zo'n iconische plaat of zo'n verschot, verzamelde plaat die voor zo grote prijzen gaat. Dus ik dacht, waarom niet? Ik koop mij gewoon eens een herdruk. En ik ga eens luisteren. En eigenlijk vind ik dit een heel, heel, heel goede plaat. Dit is niet zo'n plaat die ik nummer per nummer kan overlopen. Van, oh, in dat nummer gebeurt er dat. En dat zou ik echt niet kunnen doen. Ik moet eerlijk zeggen, daarvoor luister ik misschien niet te aandachtig genoeg naar de plaat. Of ken ik de nummers niet goed genoeg. Maar dit is gewoon een super, super aangename plaat om te luisteren. Heel, heel aangename plaat om te luisteren. Ja, het is echt zo. Jazz fusion? Maar ik ben aan het komen hier precies. Het is echt zo. Jazz fusion. Jazz rock fusion. Soms lijkt het zo, zelfs op van die progressive rockbands. Gelijk de Soft Machine en zo. Daar lijkt het soms op. Maar het is soms echt ook heel. Het is echt jazz eigenlijk. Een soort, ja, wat voor jazz zou ik niet kunnen zeggen. Een soort fusion jazz. Heel aangename muziek, heel lounge muziek. Heel vaak sta ik voor mijn platencollectie en dan denk ik, wow, waar heb ik vandaag zin in? En dit is zo'n plaat, daar kun je niet mis mee gaan. Ik heb platen die ik alleen kan opzetten als ik er in de mood voor ben. Maar dit, hier kun je nooit mis mee gaan. Als ik Balls of Ice van Placebo opzet, dan ben ik altijd mee in de groove. En ik denk, dat is heel... Heel groovy muziek met momenten, heel funky met momenten. Heel loungy, heeft zo die kwaliteit. Heel, heel, heel aangename muziek. Super, super instrumentaties ook dat hierop staan. Nu, Placebo is dus opgericht door Marc Moulin. En Marc Moulin was een Belgische jazz artiest, componist, heeft ook heel veel... songs gemaakt voor Franse chansons, wereldfranse chansons geschreven voor bepaalde artiesten. Hij heeft verschillende dingen in zijn carrière gedaan. In de jaren 60 heeft hij een jazzgroep opgericht met Philippe Catharina. Een heel bekende Belgische jazzgitarist. En ik ben wel redelijk fan van Philippe Catharina. Al ik moet zeggen, niet dat ik daar zo van ken, maar Philippe Catharina heeft ook nog ooit bij Focus gespeeld. En dat gitaarwerk op die plaat vind ik prachtig. En dan ben ik ook eens Philippe Catharina's op YouTube wat meer beginnen opzoeken. Ik heb al straffe dingen gedaan. En in de jaren 70 heeft hij de groep Placebo opgericht. Nu, natuurlijk, de eerste keer toen ik die naam hoorde, dacht ik aan Placebo, die jaren 90 ook ben, maar dat is dus totaal niet. Ik denk dat die 3 albums hebben uitgebracht. Denk ik ongeveer. Of 3 studioalbums, waarvan een 4e live album of een compilatie of zo. En dit is wel een van de bekendste, ja, een van de bekendere albums van Placebo. Het was eigenlijk op een gegeven moment wel zo in de jazz fusion wereld een wereldband eigenlijk. Het was best wel vrij groot eigenlijk. Zeker, het is een van de grote Belgische bands. Nu, op dit album spelen heel veel mensen mee. Guy Thijssen op vocals, Nick Vissert op trompet, Richard Rousselet op trompet en fluwagorn, Alex Corrier op soprano en tenorsaxofoon en fluit, Johnny Dover op bariton sax, bas, klarinet, fluit en percussie, Nick Glitschowski op bas, Freddy Rottier op drums en percussie, Frank van Dijk en Michel Herink, Roger de Smet op trombones. Zo gaat het verder. Maar dan Marc Moulin dus op piano, electric harpischort? Harpischort moet ik eens nadenken of wat dat is. En melodica, gitaar en all arrangements. Dus Marc Moulin, dat is eigenlijk wel, de band is wel gesampled. Of de groepering muzikant is wel dus rond de composities van Marc Moulin. Draait rond de composities van Marc Moulin. Die muziek is ook vaak gebruikt in films. Ik kan nu niet meer precies opzetten, maar ik denk dat er muziek van Placebo wordt gebruikt in
de film van Tom Paarman, Any Way the Wind Blows. Is dat de film? Ik ben echt aan het twijfelen. Als er zelfs een intermezzo moet komen, moet er een intermezzo komen. Maar... Hier zijn we. Ik weet niet waarom, maar blijkbaar zit die muziek helemaal niet in Any Way the Wind Blows. Die heb ik ook niet. Ik herinner mij dat echt. Ik heb echt mijn, in mijn herinneringen hoorde ik die muziek van Placebo of alleszins Marc Moulin ergens in die film. En ik heb de soundtrack juist dus opgezocht en ik zie het er nergens tussen staan. Dus ik ben fout. Ofwel zit het wel, zou ik de hele film nog eens opnieuw moeten kijken om dan te herkennen of die muziek er terug in zit. En staat het gewoon niet op de soundtrack. Maar ik denk dat het gewoon fout zit. Dus bij deze, de rechtzetting. Bye bye. Ik denk, Anyway the Wind Blows van Tom Barman, dat daar de muziek van Placebo in gebruik wordt. Heel aangename plaat, heel goede plaat. Als ik thuis sta te koken en die muziek staat op, het zit gewoon super goed aan elkaar. Het is heel, heel aangename muziek. Nooit te veel, nooit te weinig. Net boeiend genoeg instrumentaal, er gebeurt van alles instrumentaal. Er zijn zelfs stukken, vreemd genoeg, dat ik denk, zo deuntjes of melodieën, waar ik van denk dat zo heel veel van die dance acts van de jaren 90, van die poppy dance bands van de jaren 90 gepikt hebben. Er zit één tune in waar ik van denk, ah, de Venga Boys hebben dat gepikt gewoon. Dat staat op dit album. Ik kan u niet zeggen op welk nummer specifiek, want ik ben die plaat aan het luisteren en dan denk ik, dat is gewoon, dat is dat deuntje van de Venga Boys. Ik kan echt niet zeggen op welk nummer van de plaat dat staat. Ik kan het nummers eens overlopen. Inner City Blues, Plains, You Got Me Humming, Humpty Dumpty, Humpty Dumpty is een schijf, Aria, Showbiz Suit, Balls of Ice en Oh Lala. Voilà, dit is toch wel zeker ook iets om te checken. Dus bij deze geef ik ook de heads up. Moest je die originele plaat tegenkomen op een rommelmarkt of dergelijke, dan heb je zo wat gouden in handen op dit moment. Hè. Super dure plaat. Maar de herdruk is meer dan genoeg voor mij. Als ik de muziek maar kan luisteren op plaat, ben ik content. Placebo, Balls of Ice.